Dit is Flevoland, vroeger de zee, nu een zeer divers landschap. En dit ben ik, gedeputeerde van Flevoland voor ruimtelijke ordening en landschap. Ik ga samen met de wethouders op zoek naar de mooiste landschapsgebieden en bespreek daar met hen hun visie. Zo komen we in bossen, in fruitakkers, gaan naar stranden, zien kunst en bezoeken dijken en gemalen. Dit is Op reis door Flevoland, het landschap van de toekomst. Roelof, dank voor de uitnodiging hier. Maar ik zat me af te vragen, we zijn beide verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en landschap. En dan kijk ik hier om me heen en dan denk ik, landschap, het is hier heel mooi, maar waarom zijn we hier? En wat maakt nou dat jij persoonlijk trots bent op elementen zoals dit element? Ik ben zelf een duursporter. Ik mag graag de racefiets pakken, de mountainbike, maar ook duurlopen, hardlopen. Ja. Ik heb een aantal marathons gelopen en dan moet je ook trainen, 20, 30 kilometer. En als je vanuit Dronten die afstanden gaat lopen, dan kom je natuurlijk niet alleen over die hele lange rechte polderwegen of over die mooie dijken, maar kom je ook bij deze fruitteeltgebieden. En dus in elk seizoen is het hier echt fantastisch om te lopen. Nou Jan, ik heb jou meegenomen naar een prachtig fruitteeltbedrijf. Dat ligt hier aan de Knooplaan. Dit gebied is een van de drie fruitteeltgebieden die vlak rond de kern van Dronten liggen. En dat is niet voor niks. Want toen hier in de jaren 50, 60 door de Rijksdienst werd nagedacht over de inrichting van Oost-Flevoland. Toen moest er niet alleen plek zijn voor akkerbouwbedrijven, veehouderijen, maar ook voor fruitteelt. Ja. En fruitteelt is een hele arbeidsintensieve bedrijfstak. Daar heb je seizoensmedewerkers voor nodig. De fruitteeltgebieden liggen echt als een schil om het dorp Dronten heen. Zodat de medewerkers die op dit bedrijf nodig zijn in de seizoen gewoon uit de dorpen konden komen. Ja. Maar wat heb je nou nodig? Of wat zit in je gen of wat dan ook? Waarom je goede wethouder in dit geval landschap bent? Nou, ik denk dat in ieder geval in mijn geval zijn dat drie dingen. Ja? De eerste is trots op het landschap en ook de waarde daarvan te zien. Niet alleen de ecologische waarde of de recreatieve waarde, maar ook de betekenis vanuit de historische context. Ja. Het tweede is dat je een balans moet vinden tussen aan de ene kant behoud van wat waardevol is, maar aan de andere kant ook de doorontwikkeling van de agrarische sector. En het derde wat denk ik daar ook bij komt is dat je niet alleen die balans vindt, maar daarmee ook de maatschappelijke discussie bereid bent om aan te gaan. Ja. Het landschap is van ons allemaal. Ja, klopt. En dus dat betekent ook van dat je dat gesprek breder moet voeren in de gemeenteraad, maar ook in de samenleving. Ja, met diverse belangen rekening houden. Oké, we hebben het er net gehad over de 100.000 woningen en wat dat betekent voor de gemeente Dronten. Hè, want die lift daar ook in mee, om het maar zo te zeggen. Maar dat betekent een heleboel landschappelijke uitdagingen. Nou, ik denk dat we in Dronten al hebben laten zien dat dat heel goed samengaat. Op dit moment zijn de plannen voor de uitbreiding van Zwifterband Zuid in voorbereiding. Het gebied waar dat gaat gebeuren, dat is rond Zwifterband hebben we natuurlijk de Zwifterbandcultuur, sporen uit de prehistorie. Van oorsprong is dat in een heel ver verleden voor de Zuiderzee een duinengebied geweest. Ja. Dus we gaan in Zwifterband Zuid gaan we ook gebruik maken van die historie door het duinenpatroon weer te herstellen en ook een plek te geven in de richting van zo'n nieuwe woonwijk. Dankjewel, ontzettend inspirerend. Goed zo. Wat een mooie peren hier. Zo. Kijk, dit is niet alleen een prachtige peer, maar zou zomaar ook wel een klein onderdeel kunnen zijn van Flevosap of een andere fruitdrank. Ja. En een belangrijk exportproduct vanuit de gemeente Dronten. Dus, en die smaakt goed. Mooi. Smaakt goed.